ga vandaag een bereiding maken, zo'n beetje in het najaar zitten we. Dus rundsfilet, bakken in de pan en daarbij gelakte rundsnack. Rundsnack wordt niet zo vaak meer gebruikt, maar ik vind het een geweldig product. Je kunt dat heel mooi bereiden op gevacumeerd en dan schoon gelakt met wat frisse toetsen. Dan is dat heel fris en heel fijne zuurtjes die erin voorkomen. Op de kalsnack zelf wil ik een beetje krokantheid krijgen. Dat we voor met amandeltjes gezorgd en doe nog extra zo crispy aardappelen. Zo aardappeltjes die lang gebakken zijn en die zo heel crispy en lang in de mond blijven hangen met wat zout. Daarbij doen we wat witloof. Die gaan we gebruiken samen met wortel. Saus erbij is met de cuvée van kasteelbier. Maar kasteelbier vond ik het wel echt een crème om mee te koken. Eerst een ingetrokken jus en daarna gaan we die beenderen doorzeven, dus de jus overhouden en dan maak je een soort eigerdoe. Mooi laten karamelliseren. Die blussen we af met ons kasteelbier en dan met onze fond. Mooi laten opnieuw inkoken, doorzeven, dan krijg je echt een hele mooie gladde saus. Ik heb dan ook een stukje gepofte aubergine in de oven met heel veel olie erbij, want aubergine is een spons, die pakt heel veel vocht eigenlijk op of vetstof. Die gaat dan heel mooi garen omdat er genoeg vetstof in zit, goed gekruid en met veldkomijn. Heel fijn product, heel smeuig en zacht van structuur. En daarbij een wortel met een klein beetje sesamzaad erop, dat geeft wat kleur en ook wat finesse aan het bord. Bovenop een kleine salade van witloof, dat dat nog een keer terugkomt met nog een keer een klein beetje brunoise van die kalsnack. Ideaal, als we het gerecht allemaal mooi op bord presenteren, is een lekker glas cuvée van kasteelbier. Bij met rund, dat matcht geweldig goed. Ook met de bitterheid van het witloof. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en smakelijk.